geheim is eigenlijk dat het uh, een code is. Ben je ondernemer of vind je ondernemerschap boeiend? Abonneer je dan op ZVD TV. Als je op YouTube zit te kijken, dan kun je hieronder klikken op abonneren. Doe dat. En ben je aan het luisteren naar de podcast, abonneer je dan via de, je favoriete podcastkanaal. Mijn dank is groot. Tijd voor een nieuw gesprek. Hij was tv-presentator, producent en directielid bij RTL. Maar hij heeft zich nu gespecialiseerd in de kunst van beïnvloeding. En in zijn nieuwe boek onthult hij De geheime code. Die schijnt te bestaan. En wat die is, daar ga je nu achter komen. Welkom bij CVD-TV. Ja, welkom Matthias. Matthias Scholten. Um, Zometeen over dat geheim. wat jij hier gaat onthullen. Ja. Uh, maar eerst jouw TV-carrière. Want er zijn misschien een paar mensen die denken: ja, zal wel. maar geen idee ja? wie die man is. Oh, nee, er zijn er veel hoor. Uh, precies. Vat hem eens samen. Ik begon als applaus aangeven bij Prijzenslag, bij Hans Kazan. Oh ja, en... ja? kom maar naar beneden en sla je slag. Maar moest was... jij het publiek opwarmen? Ja, ik was publieksopwarmer. En... Bestaan die rollen nog? Ja, zeker. Ja? Ja, absoluut. Er ja, is een poeletje van vijf, zes mensen die dat doen. En die, die maken, zeg maar, de high energy, zodat het publiek helemaal op de juichen en te klappen? Ja, en... zeker. Ja. Ik was uh, denk ik een jaar of 23 zo'n beetje toen ik uh, achter de schermen kwam kijken bij een vriend... Die werkte als producer en hij zei, kom eens een keer langs. Dus ik zat daar. En ik zat eigenlijk te wachten, van ik ga zo meteen kijken naar die opname. En toen kwam er een dame naar me toe en die zei, ja ik moet even van Freek, dat was die vriend van mij. Zou jij misschien zo meteen het publiek in de foyer kunnen toespreken? Want ja, dan moet het publiek om zo meteen naar binnen en mensen achter de schermen voelen zich niet comfortabel om ja. wat te gaan zeggen en zo. Ik zei, nou oké okay, prima. Ja. En zo is het begonnen, moet je even weten. Hè? Ik was uh, entertainer op van die bungalowparken en campings. En oh, serieus, ja, had je is, verder geen plannen met je toekomst in de zin van dat heb ik nog ver... nooit gehad? Nee? nee, maar had je iets van uh, gestudeerd of iets? Of ben je uh, hoe nou? Ben je ik, ben, ik ben opgeleid tot, uh, tot sportinstructeur. Ik okay. wilde eigenlijk alleen maar buiten zijn. Ik wil eigenlijk alleen maar bezig zijn met spel, nog steeds hoor. Ja, dat is niet zoveel veranderd. Ja. Uh, uh, en, en toen mij gevraagd werd: wil je dan voor die mensen daar wat zeggen? Toen, toen deed ik dat met liefde. Ik vond het ja. zalig. Ja. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om uh, een microfoon te hebben en dan uh, ja. tegen het publiek te spreken. Dus, ja. uh, heb nou, je, al, heb je al ooit al eens geanalyseerd waar dat vandaan komt? Het is allemaal een, natuurlijk uiteindelijk gezien willen worden. Hè? Gehoord willen worden door mijn moeder. Ik stel, ik, ik stel <laughs> hier projectievragen. Hè? Dat, herken je, dat herken je wel. Ik ben ook nog eens stil, stil op zoek. Um, maar uh, oké, okay, dus dat waren de eerste schreden. En ja. wat trok je aan in die tv-wereld? Nou, nou ja, de, de TV-wereld was de Champions League van de aandacht. Mm. Dus uh, iets hogers In die tijd hè, had je commerciële televisie. Dat is een beetje wat TikTok nu heeft. Of, of de streamers zoals Videoland en ja. Netflix. Commerciële televisie was gewoon net walhalla, daar moest je bij zijn en, en daar zat ik dan. Dus mm -hmm. toen ik eenmaal een voet tussen de deur had, ja, dan, dan, dan focus ik me dusdanig op hoe, hoe ga ik hier nu mijn weg zien te vinden. Mm -hmm. um, want de volgende stap was uh, presenteren. Ja, dat heb je een aantal jaar flink wat jaar gedaan hè? Ik denk uiteindelijk iets van tien of zo. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, nee, dat was, was wel echt een jongensdroom. Moet je weten, mijn vader, die heeft vroeger voor het uh, Veronica Schip nog gewerkt. Hij presenteerde het, um, de, de jazz-top 100 vanaf het Veronica Schip. Oh, geweldig. Ja. Dus die verhalen hoorde ik dan thuis. Ja. En. Uh, de Hij programma's die je presenteerde, zijn een beetje wat je nu bij influencers en zo en op TikTok en Insta en zo ziet. En de oude garde, die zegt dan maar als je ja, wat zijn er nou voor films en waar gaat er nou eigenlijk over? Eigenlijk is dat een soort van nieuwe evolutie op. de so Want jij hebt best wel veel, denk ik wel. platte televisie gepresenteerd, ja, toch? Zeker, zeker. Ik denk dat ik een soort van influencer was van, 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 van 1998 of ja. zo, weet je, of zoiets. ja. ja. Nee, zeker. Mijn dochter hè, is nu, nu, nu een, Tess. Succesvol, Tess, ja, ja. een succesvol bedrijf nu uh, als het gaat om TikTok-campagnes. Ja. Um, ja, als ik zie wat daar, wat daar gemaakt wordt door die jonge makers. Ja, dan paste mijn begincarrière uh, daar uitermate goed bij. Natuurlijk. Maar ik ja. was 25 ook. Ja. Dus dat, ja, dat ja, klopte wel. Ja. Ja. Uh, verdiende jij goed in die tijd? Ja, wat verdiende ik? Ik denk hm. dat ik om, als, als beginnend presentator zaten we, volgens mij zat ik nog in de gulden tijd. Hm. Dat begon echt gewoon op 4.000 gulden of zo per ja, maand. We ja, ja, ja. maar gewoon is, om naar euro nu, zeg maar. Ja, ja dat is echt wel, wel opgelopen. Want ik, ik kreeg natuurlijk best wel wat successen. Mm -hmm. uh, en het laatste contract, weet ik nog wel... zat ik zo'n beetje op 175.000 euro. Ja. 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 Dat is een beetje 200.000 euro. Ja. Ja. Zometeen over dat geheim. Want je gaat mensen helpen om... Uh, moet ik het zeggen, beter te presenteren? Of is dat te plat? Zich beter te presenteren zou je wel eerder kunnen zeggen. Uh, ja, maar dat het gaat het... verder dan op een podium staan en een presentatie geven. Ja, dat vind ik wel, ja. ja, ja, ja. ja. Hey, de, kijk, het, het succes van, van, van ieder mens is voor meer dan 80% afhankelijk van hoe hij zichzelf presenteert. Mm -hmm. En, en in, in allerlei facetten. Mm -hmm. eh, dus jezelf presenteren en dan specifiek straks, hè, podiumpresentatie of presentatie in de boardroom of presentatie voor jouw team of zelfs een sollicitatiegesprek, mm -hmm. eh, dat leren wij niet. Dat is niet aangeleerd in. in, in ook contraire bijna. Ja, ja, doe maar, maar gewoon dan doe je gek genoeg. Dat right. is het. Hè. Bloed, yeah. Dus euh. ja, en ik vind dat een grote gemiste kans. Zo, meteen zijn dat ik er alles over weten wat ja. jouw zienswijze daarop is. Uh, uh, en ik vind het dubbel leuk, omdat het ook een werkgebied is waar ik me natuurlijk in uh, op begeef. Ja. Maar nog heel even over die, dus noem moet even de achter de camera tijd bij RTL. Ja. Hoe vat je die samen? <sł heal outro> Ja, dat is een, uh, een, een spoedcursus volwassen worden. Hmm. Want? Um, nou ja, ik, dit, dit, ik ben zelf gestopt met presenteren. Omdat ik op een gegeven moment aanvoelde: ik, ik ga de top niet halen. En hmm. straks moet ik politieachtervolgingen aan elkaar praten. Hmm. Nee, dat was iets dat je denkt. Hmm. En ik was toen 34. En ik denk: ik, dit, dit, dit moet ik niet willen. Dus uh, uiteindelijk gestopt en bij een hele kleine productiemaatschappij begonnen. Als uh, programma bedenker, hmm. creatief. En eigenlijk blijk ik daar gewoon veel beter in te zijn dan het presenteren voor een camera. Um, dus dat bedrijf, dat ging heel rap. Het ging, ging, ging snel omhoog. En na anderhalf jaar werd ik gebeld door de CEO van RTL. Die zegt: Joh, de markt gaat naar beneden. En jij verkoopt alleen maar programma's. Wat uh, kun je eens koffie komen drinken? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen, toen werd er mij gevraagd: Wil je het interne productiehuis, RTL Productions. Dus het maken van televisieprogramma's, maar alleen voor de RTL zenders. Okay. Wil jij dat gaan oprichten? Um, en dat deed ik. Mm. En uh, binnen twee jaar, denk ik, zaten we met nou, ik denk 130 man of zo. Um, met zelfbedachte ideeën. En ja, dat was ook weer apart in de markt. Mm. Toen Bert werd Bert Habets werd. Verkozen tot CEO van, uh, van RTL Nederland. Um, en hij benaderde mij om uh, mee te gaan doen in de directie als content directeur. En eigenlijk was dat een periode dat RTL niet echt uh, sympathiek werd bevonden: niet door de adverteerders en niet door het publiek. En uiteindelijk vroeg hij mij: dat was ook mijn opdracht, van, goh, los van dat we gewoon goede programma's moeten hebben, goed scorende zenders moeten hebben hebben we de opdracht om toch ook weer sympathiek als merk te zijn... Hè? richting die advertenties, uh, ad adverteerders... en richting de kijker zelf. Mm. Uh, het was een beetje een afstandelijk, arrogante ja. imago. En SBS6, dat kwam juist op. Dat was volks. Ja, dat ja. was volks, dat was ja. sympathiek, dat was wat dicht bij het publiek. Dus die opdracht die, um, die kreeg ik om daar verandering in te, aan te brengen. Uh, en soms het, zit het mee. En in, in mijn eerste jaar zat het mee. Mm. En dat was uh, om, om de volgende reden. Um, de producent van God Talent, die, die benaderde mij toen ik drie weken op die plek zat als een dame. Die zei, wil jij God Talent naar RTL hebben? Want het zit bij SBS. Uh, dat was echt slecht geproduceerd, vond ik. Ik vond het uh, een beetje uh, ja, respectloos tegen het merk. Maar uh, nu gaan we misschien uh, te, te worden. diep in uh, detail. Uh, uh. Um, en die hebben we dus naar RTL gehaald. En vervolgens meldde John de Mol zich en die zei: ik wil per se een talentenjacht. Hm. Ja, dat kan je willen, maar heb je een hm. leuk idee? Um, en uiteindelijk had hij een idee bedacht en zijn wij naar Luxemburg moeten vliegen waar onze aandeelhouders zitten om toestemming te vragen. Waarom? Idols, X Factor, Got Talent. Dat zijn drie. Merken, die horen allemaal bij Fremantle. Mm -hmm. En Fremantle hoort allemaal bij RTL Groep. Dus een nieuw talentenjacht in de markt zetten, dat, was nou, dat, was, dat, dat kon schade toebrengen. Maar uiteindelijk mochten wij dus niet een programma gaan brengen, wat The Voice heette. Ja, dat is van gehoord. Ja, wij mochten dat niet brengen totdat John de Mol een dusdanige aanbieding aan ons deed. Uh, waar wij niet onderuit konden. En de rest en, is geschiedenis. En de rest is geschiedenis. Nou ja, en de rest rest is geschiedenis. Want uh, hoe hard je kan vliegen, hoe hard het format ook weer kan vallen, natuurlijk. Ja, dat is, dat, dat, daar, daar, daar gaan er natuurlijk nog een hele hoop documentaires over gemaakt worden. Hè? Over het debakel van The Voice en uh, hoe, de, hoe dat nou zo heeft kunnen gebeuren. Uh, in mijn geval was, was ik was daar op dat moment. En ik was in de positie om zo'n programma aan te besteden. Mm -hmm. Uh, en daarom zeg ik soms heb je geluk. Hmm. Waarom ben je gestopt met die werkzaamheden? Nou, kijk, ik, 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 ik vertelde net al. Um, mensen kennen mij als directielid. Dan zou je zeggen dat is een corporate jongen. En uh, ik heb um, eigenlijk heel veel dingen met weerstand gedaan. Dus ik vind uh, de, het, het corporate leven, uh, de, de, de omgangsvormen, uh, vind ik lastig. Uh, en dat heb ik uiteindelijk negen jaar uh, gedaan, omdat ik ongelooflijk veel lol heb gehad, ook met mijn collega's. En ja, ja, je maakt natuurlijk innige vriendschappen als je zoveel avonturen meemaakt, zoals wij hebben gedaan. Mm. Maar, 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 het, zeg maar de structuur, uh, het, het schema van je dag, uh, dat, 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 is, dat, dat vond ik heel vervelend. Mm. He, dus dat zijn, er zijn natuurlijk zoveel cases waar je wel een mening over moet hebben, waar je wel bij moet zitten, waar je eigenlijk van denkt. Joh, laat lekker gaan. Weet je wel. Mm. C overhoging of verlaging, Oeie. moeten we nu vier uur over gaan vergaderen. Ik moest daarbij zitten. Mm. Ja, nee, je kan weglopen, hè, maar dat heb ik nog even niet gedaan. Maar wel toen ik 50 was. Ik heb letterlijk op, de, uh, op mijn verjaardag, 16 juli, uh, mijn vijftigste verjaardag. De directiekamer achter me dichtgeslagen. Ik in prachtig overleg met de, uh -huh. met de mensen van RTL. Uh -huh. En dat was mijn allerlaatste dag. Nu naar het boek. Het boek heeft een lange titel. Het heet... Uh, er is dus wel een geheime code ja. met als subtitel gekraakt. Het menselijk algoritme aandacht tot aankoop. Um, waarom een boek in de first place? Dat is een super interessante vraag. Een goeie. Die is me nog niet uh, gesteld. Dus uh, ik, 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 hij komt hier vandaan. Er, zijn, er, zijn, er is een commerciële uh, uitspraak. En die is: Dit is een boek dat ik zelf zo graag had willen lezen. toen ik een zeer ambitieuze manager was. Ik was zo fanatiek om mijzelf te verbeteren. Mm -hmm. Maar ik wist niet hoe. En er je wordt ook niet gemanaged of gecoacht. Er is niemand die tegen jou zegt: maar, joh, Ik zag jou nou net even dat idee pitchen. Volgens mij is het handiger als je het zo doet. Dat doet niemand. Helemaal niemand. Nou, dit boek wel. Dit boek neemt mijn eigen verhalen hè, en laat zien nu wetenschappelijk bewezen waarom het beter is om het zo te doen. Dat is het mooie verhaal. En het, en het andere verhaal is dat ik eigenlijk mijn hele leven te horen heb gekregen. <laughs> ja, jij weet altijd precies wat je op welk moment moet zeggen, zodat het jou het beste uitkomt is niet extreem lekkere feedback, hè? want je wil natuurlijk geprezen worden op jouw kwaliteit, op jouw mm -hmm. strategie en op jouw plannen. Mm -hmm. um, en dit klinkt meer als, ja, het is een handige vogel. Het is een rasopportunist. Ja. ja. Uh, en uiteindelijk kwam ik er uh, in, mijn, in mijn studie Hypnose en Hypnotherapie achter dat die mensen gelijk hadden. Alleen... Ik was me totaal niet bewust van mijn eigen doen, maar van mijn eigen kwaliteiten. Ik wist niet waarom ik iets op een bepaalde manier bracht, zei en deed, waarom mijn ideeën, mijn concepten, mijn projecten zo snel verkocht gingen worden. En bij toeval liep ik daar tegenaan toen ik dus hypnotherapie en later steeds hypnose ging studeren, dat ik me realiseerde, in één keer realiseerde ik mij, goh. Dit doe ik, maar niet om mensen onder hypnose te brengen. Dit doe ik in het dagelijks leven. Je was onbewust bekwaam. En nu ben je nou, ja. bewust bekwaam. Ik heb, ik heb vervolgens gedacht van ja, dit is, dit is mijn moment om mijn, datgene waar ik mezelf zo verschrikkelijk van hou. En dat is: hoe krijg ik een boodschap? Hoe krijg ik een gevoel? Hoe krijg ik dat nou? Naar een ander of naar veel anderen mm -hmm. overgebracht. Dit was het moment dat ik, kon, dat ik een brug kon slaan tussen. Ja, ik noem het maar even inkoppertjes in als het gaat over zo moet je iets presenteren. Tot nee, zo werkt het brein. Nee, zo zit dat echt in elkaar. Nee, en zo werkt je systeem chemisch op het moment dat er iets gebeurt. Waarom ben je hypnotherapie gaan doen? Was dat voor jezelf of was ja. het al... Oké, okay, nee, ik zat... Uh, zat je er doorheen? Ja, ik was in 2012, uh, kwam ik in een, uh, in een, in een scheiding terecht. En, en, en op een dag vond ik mijzelf zo intens huilend op de bank. Dat ik... Ja, het was geen momentje dat ik uit mijn lichaam kwam. Maar het was wel zoiets van... Nou, Matt, uh, het, het is kloten, maar... dit... Uh, hm. Niet zo erg. <laughs> dit. He? Het lijkt wel alsof je wat restjes van iets anders nog even erbij meeneemt. Um, en ik kom uit een, uit een gezin van psychosynthese-therapeuten. Mijn vader en mijn moeder waren dat beiden. En dat betekent dat ik juist een weerstand had tegen praattherapie. Uh, en zo heb ik een zoektocht gedaan naar wat werkt nou voor mij. Wat, waar kom ik nou? Wat, wat, wat is dat nou? Totdat, ik, totdat iemand zei, heb je wel in hypnotherapie gedaan? Ik zei, nee, nooit. En uh, die deed een sessie bij mij 20 minuten. En het was alsof de gordijnen opengingen. Ik denk: wat gebeurt hier? Wat is dit? En Toen heb ik twee dagen later nog een sessie geboekt. En op, op een thema wat ik met me meedroeg. Ik denk: dit, <laughs> dit gebeurt iets geks. Het is alsof je uh, uh, natte kleding draagt. En opeens is dat uitgeworpen. En sta je gewoon weer in droge kleding in het mm -hmm. leven. Ja, dat fascineerde mij zo enorm dat ik dat wilde kunnen. En zo ben ik die opleidingen gaan volgen. En heb ik een opleiding uh, uh, Rapid Transformational Therapy gedaan. Dat is een, een, een vorm van, van, van hypnotherapie. Uh, ja, dat heeft mij zo verschrikkelijk bij de keel gegrepen als... Holy shit. Achter in dat onderbewuste, hè, in, in, in die rugzak... Ja, daar zitten sleutels. Mm -hmm. hè? Daar zitten poetsdoeken om, om, datgene, <laughs> ja, om datgene wat er in jou leeft, wat, wat, waar jij een vetlaag omheen hebt gebouwd, om die, om die weer naar voren te laten komen. Het heeft een, 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 alsof je de, de, het gaspedaal van een Tesla indrukt, heeft dat, heeft dat mijn leven een, een richting op, uh, opgespoord. En je noemt stagehypnose, wat is dat dan? Nou dat is podiumhypnose, dat is letterlijk wat, wat Rasti Rostelli doet. Dat kun jij ook nu. <laughs> ik doe er niks mee. Nee, dat is Niet nu, hè? Jij bent al lang gehypnotiseerd, <laughs> jij. <laughs> um, als, je, als je er zo diep in gaat zitten en zoveel over gaat weten zoals ik... dan, dan kom je op een gegeven moment ook achter dat stagehypnose, podiumhypnose... dat dat uh, eigenlijk de, de meest theatrale vorm is van... Hoe jij kan communiceren met iemand en die neemt datgene van jou aan wat jij graag wil overbrengen. Dat is een, ja, voor mij was dat een soort ontdekking, dat dat een soort heilige graal was. Want hoe lukt het je nou op het moment dat jij voor een zaal staat met 400 man en je zegt wie wil er hier op het podium onder de hypnose komen en er komen er twaalf. En je ziet wat daar vervolgens mee gebeurt. Dat, is, dat wordt kennis aangenomen door mensen, maar dat is magie. En, en, en die magie, die, die wilde ik gewoon ervaren. Mm. Ja, dan start je in Nederland, een cursus gedaan, een opleiding gedaan. En vervolgens ga je zoeken. En dan kom je uit in Stage, uh, Stage Hypnose University. En uh, Michael C. Anthony, nou, ik een call met die gast plannen. En uh, First Dutchman, you're the First Dutchman. Ik, ik, ik wilde dat voelen, ik wilde dat opvreten. En dat kun je nu, ja. allemaal. Hé, hey, en um, even, want we moeten het toch behandelen. Wat is nou het geheim? Nou, het geheim is eigenlijk uh, dat het uh, een code is. En uh, dat wij eigenlijk als mens een algoritme zijn. En er wordt veel gesproken over het feit dat TikTok een algoritme heeft. En dat Facebook een algoritme heeft. En de waarheid is, is dat dat wel zo is, maar jij bent zelf een veel groter algoritme. Maar dat klinkt als een, de, de, een theorie en niet als een geheim. Want als kijkers zit ik nu al, ik weet niet eigenlijk hoe lang we bezig zijn, maar die zit nu te wachten van, ik wil nu even in een paar zinnen hoe ik vanaf morgen een factor 10 beter kan beïnvloeden en zo. Ja. Werkt het zo? Uh, ja, zeker, ja. Oh, het is maar voor, vertel dan. Nou, omdat het, het is uiteindelijk is het een setje met met, met lego kleuren, met blokken uh, die vertelt als je dit doet gebeurt er dit, als je dat doet gebeurt er dat en als je dat doet gebeurt er dat. En dat is onderbouwd, niet alleen maar met hoe je brein reageert, maar ook met hoe jou, welke hormonen er vrijkomen op het moment dat ik jou bijvoorbeeld een vraag stel. Nou, als jij mij een vraag stelt, dan weet jij wat er van hormonen bij mij vrijkomen. Nou, ik zou, ik zou iets anders willen vertellen. Hè? Um, weet jij hoeveel procent van de Spanjaarden, hè? belangrijk hè? Nee, nee maar even <laughs> ja, serieus. Ja. Weet je hoeveel procent van de Spanjaarden de drie keer in de week paella eten? Weet je hoeveel procent van de Spanjaarden dat drie keer Nee, ja. dat weet ik niet. Nee. Nee. Het krankzinnige is dat deze vraag totaal nergens over gaat. Nee. En toch wil je het antwoord weten. En toch zit je erin te denken: zou het nou 50 procent zijn of zou het dat, dat procent zijn? Omdat jij die vraag stelt. Omdat er een vraag gesteld wordt. Maar weet je wat het antwoord is van die, van die Spanjaarden? Uh, nee. Nee, maar wat denk jij zelf? 40 of 70 procent? 40. Ja. Het gebeurt, wat er gebeurt nu in jouw brein, hè, is dat jij. Er is een dopamine afgifte, is, heeft er nu plaatsgevonden. En er zit nu een dubbele dopamine. Want bij een vraag stellen komt de eerste. Ik ga zo meteen vertellen wat die dopamine reactie doet. En bij een meerkeuze vraag, dan komt er komt een dubbele dopamine injectie. Waarom? Er bestaat een kans dat jij het goed hebt. Ja. En dat wil jij. Mm -hmm. Dat wil jij ervaren, dat gevoel. Ja. En dat betekent als ik nu weet dat met een simpele vraag stellen de dopamine bij jou vrijkomt in je hoofd. Maar als ik een meerkeuzevraag stel dat die dubbel komt, dan weet ik dat ik beter op deze manier een presentatie kan starten dan door te zeggen... ...dames en heren, goedenavond en wat ontzettend fijn dat u er allemaal bent... Mijn naam is Matthias Scholten, ik ben 56 jaar, ik woon in Schravenland en vandaag gaan we het hebben over het thema duurzaamheid. Ja. Als je in het brein van het publiek zou gaan kijken, dan is het alsof er een stop uit de, uit de, 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 de bak van aandacht wordt getrokken. Ja. Stel jezelf nooit voor. Ja. Maar start met een lasso. Ja. Start met een dopamine-injectie. Maar wel, hoeveel Spanjaarden zijn nou? 40 procent. Ja. Lekker. Weer dopamine, hè? Lekker. Hè? Ja. En dan nou was dit. Dit was dopamine D1, wat we nu gebruikt hebben. En, en dat, is, dat is heel interessant. Hè? Ik noem het Aandacht D1 en Aandacht D2. Hè? Want Aandacht D1 was dit. Dit is In principe is dit zalig. Dit is een, je krijgt hem zo in je bovenbenen een shot van dopamine Lekker. en jij denkt. Mwah! Ja. Lekker. Ja. Hè? En, en ook al zijn we met het rationele hoofd zo denken, ja, ja jezus. Boeit, de ja, het de gaat eigenlijk neer. Ja. Nee. Dit is het. Wij zijn zakkers voor beter worden. Wij zijn zakkers voor shortcuts. En als iemand een shortcut een geheim heeft, en die kan het ons vertellen, dan hangen we aan zijn of haar lippen. Mm -hmm. Dus het begin van deze dit geheim van die code, hè, is het aanjagen, het, het tot stand brengen van dopamine D2. Dopamine D2 is de lange termijn aandacht. Je hebt dopamine D1. Zit je de hele dag op TikTok. Flop, flop is allemaal lekker. Nu even snel. Lekker, dak, zet, McDonald's. Even lekker. Ja, ja. Dat. dat is allemaal dopamine D1. En dat is prima, dan krijg je de aandacht mee. Maar wij willen dopamine D2. Dopamine D2 is lange termijn dopamine effect. En wat doet dat nou? Als jij iets gehaald hebt. Als jij je rijbewijs hebt gehaald. Als jij je havo-examen, als jij toch aangenomen bent. Er als jij mm -hmm. dat zijn lange termijn dopamine effecten en die hebben eigenlijk dat zijn meer bommen. Op het moment dat die afgaat, dan gaat er een dopamine bom daadwerkelijk onder je schedel los en die hebben een blijvend effect, dat is zalig. Als je nu terugdenkt hè, dat aan, zijn mijlpalen meer, Dat zijn mijlpalen. En wat je doet om in, die, in die geheime code is eigenlijk, beloof jij een mijlpaal? Dus op het moment dat jij als spreker een mijlpaal in de toekomst kunt beloven, dan heb je de mensen bij je. Want dat gevoel, dat herkennen ze, dat weten ze en dat willen ze nog wel een keer beleven. Dat is eigenlijk in een nutshell de start van. De geheime code die in dit boek beschreven staat. En de rest staat er dan ook allemaal in? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, absoluut. Het is, het is, uh, het, wat ik zeg, het is het boek wat ik zelf graag had willen lezen en willen ja. krijgen. Uh, het, uh, het geeft uh, eigenlijk ook een klein beetje een weerwoord op de huidige trend van authenticiteit. We worden natuurlijk in trainingen, worden we toch wel behoorlijk kapot gebombardeerd met... zorg ervoor dat je jezelf bent. Mm -hmm. Ooit gelukt? Hè, de vraag is even ja. of die bestaat. I ja, ik, ik denk wel dat ik daar aardig mijn carrière op heb gebouwd. Ja. Op jezelf zijn. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het uiteindelijk een vormpje is van Ronnie... die zich heel senang voelt in deze vorm. Mm. En daar is niks mis mee. Mm. Maar met authenticiteit alleen... Ja, Daar verkoop je uiteindelijk geen product mee. Ja, met authenticiteit hebben wij bonding. Totaal met je eens. Mm -hmm. ja, maar de, dit boek is ook niet geschreven om hoe sta ik nu pijnvrij? Hoe sta ik nu ontspannen op een podium? Dat, dat, ik, 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 ik haal het wel aan. Mm -hmm. Maar ik heb hem nou juist geschreven voor hoe zorg ik ervoor dat het effectief is. Hoe zorg ik ervoor dat ik ergens binnenkom dat ik weet... ik start hiermee, dan doe ik dat, dan haal ik die anekdote... dan kom ik daarmee en zo rond ik het af. Waar trek jij de grens tussen therapie en presentatietraining? Om dat even zwart wit te zeggen. Want ik kan me voorstellen dat je dingen raar aanraakt. Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Nou kijk, uh, um, je hebt... als je het gaat hebben over sprekerstraining... maar ook over leiderschap, ook over advies geven... Mm -hmm. heb je het altijd over uh, je publiek, jijzelf... En je boodschap. He, dus, en vaak komen mensen binnen die zeggen: ja, ik wil eigenlijk aan de boodschap werken. Want wat moet ik nou precies vertellen? In welke vorm? En geef mij trucjes en tips om dit zo goed mogelijk in te mm -hmm. uh, pakken. Dan zeg ik: ja, ik weet niet of dat nou het vertrekpunt is. Maar we kunnen dus starten. Daarna komen ze aan op: ja, ik wil precies weten hoe mijn publiek in elkaar zit. Hoe kan ik hen beïnvloeden? Hoe kan ik dat doen? En negen van de tien keer kom je heel snel terug. Op wie ben ik? Mm -hmm. En in dat, dat stukje, daar is, ik noem het even, kwantumgroei te realiseren. Dus in de externe stukken, daar kun je stapjes zetten. Daar kun je inzichten krijgen. En verbeteren. En daar kun je verbeteren. Hè? Dat geldt zowel voor wie is je publiek en wat is het onderwerp wat je hebt. Dat is prima te doen. En de grote sprongen in, 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 in iemands ontwikkeling, hè? Dat, dat, dat zit hem in jezelf. En dat, dat vind ik zelf ook... Um, de, dit is exact zoals ik het zelf heb gedaan. Dus mijn, mijn leven als naaktslak beginnend presentator... is eigenlijk pas... Ik, ik noem het even inhoudelijk. Ik ga omhoog, misschien moet je zo gaan. Van uh, het moment dat ik zelf gewoon zwaar in de put zat... en mm -hmm. maanden de, uh, aan de oxazepam en de vodka zat. Vanaf dat moment is het eigenlijk pas interessant geworden. Mm -hmm. ja. oh, zo diep was het? Ja, dat denk ik wel. Mm. TV-wereld, ik ben er nog steeds in actief. Wat dan ja, ik ben nog steeds uh, consultant voor, uh, okay. voor bedrijven. Ja, ja. je mocht geen aandeelhouder worden hè, Tess. Nee, <laughs> nee, dat uh, ja, hoe kijk je naar haar met de for you agency activiteiten? Uh, spectaculair, dat is dat is gewoon um, uh, los van zeer getalenteerd hè. twee meiden die uh, op hun 23ste zeggen: Dit gaan we gewoon starten. Uh, is het ook gewoon de, de wave? En uh, zij, zij, hebben, uh, zij hebben ervoor gekozen om niet zelf influencer te zijn, mm -hmm. maar om echt te zitten in een campagne met grote adverterers. Er zitten 25, 30 man op kantoor nu. Die zijn een, uh, een imperium aan het bouwen. Ja, ja. Waar je met trots naar kijkt. Um, ik dank je hartelijk uh, voor zijn dit Zij Zijn ze er alweer doorheen? Alweer? Ja. ja. Of oh, waren je nog wat kwijt? Wat vind je van uh, het Mijn Promo voor de geheime code? Uh, spannend, omdat uh, een leuke vraag. Die, die kunnen we nog wel even aan toevoegen. Misschien. Omdat ik. Ik kies ook altijd er wel voor om de interviewer te zijn in dit soort gesprekken op CVD. Maar in dit geval moet ik me natuurlijk inhouden. Want ik doe dit zelf. Ja. Snap je? Ik geef straks een sprekerstraining. Ik geef morgen vroeg een sprekerstraining. Dus ja. uh, ik zit in in het vakgebied. Ja. Uh, dus in die zin zal ik zeker degene zijn die het boek uh, uh, gaat lezen. Uh, en wat ik er interessant aan vind, is dat je wel een... Ik moest aan, aan Remco Klaassen denken, uh, leiderschapstrainer. Uh, heeft ook alles leeggeplukt van leiderschapstrainers, maar met name ook uh, psychologie, hypnose, mm, ja. uh, die, die, die takken van sport. Dus dat vind ik heel interessant, de koppeling met je persoonlijke zoektocht ook. Tegelijkertijd realiseer ik me, en dat is ook iets wat ik op latere leeftijd steeds beter kan, is dat ik wel... Um, duidelijk voel dat ik een ander pad bewandel als het gaat om. Ik zit veel meer op die praktische kant. Ja. Uh, en dat vind ik heerlijk. Ik vind het heerlijk om 20, 25 jaar podiumervaring als dagvoorzitter. Ik zie honderden ondernemers per jaar presenteren. Ja. Uh, dus ik vind het zo vruchtbaar om allemaal pitfalls in, in de middag. Eruit te halen ja. uh, en prak, met name prakt Dat is de complimenten die ik krijg, dus van jongens. Hier heb ik zoveel aan, want ja. het is zo praktisch. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel trainers die lullen over presenteren, alleen ze doen het zelf nooit. Nee. Snap je dat? De, ja. de zijlijn-types, ja. uh, dus ik vind het interessant. En het was voor mij in zoverre uh, concentreren dat ik de interviewrol bleef houden en, uh, en niet te veel mijn eigen dingen erin uh, ga gooien. Maar Ik vind het absoluut boeiend, gaat zeker lezen. En ik denk ook zeker dat er, uh, dat je daar wel. Um, Behoorlijk wat klanten voor zult krijgen. Tegelijkertijd, wat ik spannend vind, is in de mannencultuur waarin we zakelijk toch soms nog te veel leven. Uh, in hoeverre het land in de wat meer alfa-macho-achtige culturen, als je die softe kant gaat, of die softe kant, die persoonlijke kant gaat aanpakken, in hoeverre daar weerstand op de proppen komt krijgen. Daarom mijn vraag: he, van waar trek je de grens tussen therapie en uh, en sprekers training, zodra het te dichtbij komt... kan ik me ook voorstellen dat het mensen afschrikt. Omdat het eng ja. wordt. En in, in, in in dat is een terechte opmerking. Uh, dus de, daar, ook daar heb ik lang over nagedacht. En uiteindelijk is mijn keuze nu dat ik wakker wil worden... en iets wil doen wat op dit moment mij vandaag extreem boeit. Ja. En dat betekent uh, dat er... Als dat zo zou zijn, dat er dus mensen zijn die zeggen... ja, dit vind ik allemaal een beetje te zweverig... dan zijn dat nu op dit moment mijn klanten niet. Precies. Maar ik vertel je dat ze het wel worden. Alleen niet nu. Mm. Want uiteindelijk loopt iedereen aan tegen het feit van... ja, het geeft me toch te weinig houvast. Ik kom toch niet en ik val toch iedere keer terug in hetzelfde. Mm -hmm. En uiteindelijk zullen er steeds meer mensen zijn die, die zich gaan realiseren van... ja, shit, misschien is de winst wel ergens in mij te vinden. En dat is waar ik ook vandaag de dag me, mijzelf wil, mee bezig wil houden. Mm -hmm. Daar is waar ik zoveel zo liefde voor voel. He, dus, en Gaat verder dan eigenlijk het vakgebied waar we het over hebben? Voor mij is het... Daarom is het, het was de vraag ook zo spectaculair goed van... van Waar is het een sprekerstraining en waar is het therapie? Omdat voor mij namelijk er te weinig in het leven in Nederland sowieso aandacht wordt besteed aan jij doet wel iets, maar vanuit welk drijfveer, vanuit welke gevoelens, vanuit welke gedachten. Dat is ook de reden waarom we communicatief natuurlijk extreem slecht zijn in Nederland. Werkelijk bedroevend. Hè? Mm -hmm. Dat we niet kunnen uitleggen wat we nou echt bedoelen. Mm -hmm. daar, daar zit. Frictie. En dat is voor mij ook een belangrijke reden waarom er zo verschrikkelijk veel mensen zich klote voelen in het land. Ja. Veel plezier en veel succes met alle mooie dingen die je gaat doen. Dankjewel. Dat je dankjewel was. voor het interview. Matthias Scholte, dames en heren, was dit in een gesprek zoals ik ze zo graag maak hier op CVD-TV. En ik zei het aan het begin al: heb je het nog niet gedaan en je zit nog te kijken op YouTube? dan vind je het super boeiend. En daar ben ik heel blij om. Abonneer je dan hieronder. Ook als je hebt zitten luisteren naar de podcast, abonneer je op de podcast van CVD. En mis helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi.